Je bent toch sneller alleen en thuis. En juist dat willen we voorkomen door allerlei leuke ontspannende activiteiten aan te bieden. De Universiteit Leiden organiseert rondom de feestdagen van alles om te voorkomen dat studenten eenzaam zijn tijdens de lockdown. Je kan denken aan een spelletjesavond, aan een online escape room, we hebben een pubquiz. Knutselmiddagen hebben we ook. En eigenlijk ook gewoon lekker een winterwandeling met elkaar ondernemen. En met eerste en tweede kerstdag kunnen ze elkaar opzoeken voor een lekkere lunch. De pakketten voor die lunch werden vrijdag klaargemaakt door studenten van Augustinus en Minerva. Daar zit een hele lekkere kerstlunch in voor 4 à 5 studenten om samen te maken en op te eten. En we hebben er wat extra kerstdecoratie bij gedaan om de kerstsfeer wat meer te benadrukken. We werden benaderd door de universiteit of we wilden meewerken aan de winterweken. En daar waren we eigenlijk gelijk heel enthousiast over, want het idee erachter is een beetje om studenten die niet zoveel te doen hebben rond de feestdagen of misschien niet naar huis kunnen omdat ze uit een ander land hier studeren, ook wat meer een kerstgevoel mee te geven om elkaar op te zoeken en wat leuks met elkaar te doen. In totaal zijn alle 5 grote verenigingen van Leiden hierbij aangehaakt en die hebben allemaal een aparte evenementen waar ze aan meewerken. En hetzelfde geldt voor Leiden United. En zo dragen we allemaal eigenlijk een steentje bij aan deze mooie weken. Iedereen die de activiteiten aanspreekt of die graag even wat meer in verbinding wil staan met anderen, is van harte welkom om zich in te schrijven. We hebben de aanmeldformulieren nog open. Die gaan dicht op de dag van het evenement zelf. Dus dat betekent dat zelfs voor de studenten die het op het laatste moment nog overwegen om te gaan of niet, kunnen ze zich nog inschrijven.